een jonge, dynamische wereldstad met een onstuimig kloppend hart. Is een stad die je zelf moet ervaren. Een stad die zichzelf in hoog tempo blijft vernieuwen. Het havenbedrijf Rotterdam versterkt de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt en industriegebied van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. De Rotterdamse haven is een wereld van grote getallen en enorme hoeveelheden. Maar het draait niet altijd om de kille cijfers. Meer kan ook betekenen beter. Het havenbedrijf kiest voor groei, maar dan wel in balans. En hierbij is kwaliteit de sleutel tot succes, zoals het past bij een haven van wereldklasse. Maar de haven is niet alleen industrie. Het is ook een toeristische trekpleister. Met zijn cruiseschepen, Hotel New York, de Touring Car te Water, de hoogste woontoren van Nederland en natuurlijk de Erasmusbrug. Met de plaatsing van de Euroscoop in 1970 is de Euromast met 185 meter tot op de dag van vandaag het hoogste gebouw van Rotterdam. Genoeg om boven de skyline van de Maastad uit te torenen. Elk bezoek is de toch al imposante skyline weer uitgebreid en word je weer verrast. Dat maakt Rotterdam tot een stad die je steeds opnieuw kunt ontdekken.